fijn dat je kijkt naar deze nieuwe tips van Pop met Overijssel. Ik ben dus Judith, ik ben violiste, artiest en ik ben hier voor Team Talent Sport van Hedon. En naast mij zit mijn collega Luc. Ja, en ik ben van Metropool en daar vindt ook het eerste evenement plaats die wij willen uitlichten. Dat is namelijk Fusus. Fusus is eigenlijk een soort slagwerk dat gecombineerd wordt met elektronica. Dat klinkt super tof en wat extra gaaf is, is dat dit plaatsvindt in de voormalige drukpershal van Tubantia. Kaartje koop via metropool.nl en waarom je dat moet doen, zie je nu. Gaan we van Enschede naar Deventer, namelijk in het Burgerweeshuis. Daar vindt dit weekend aanstaande zaterdag het evenement Eigenzinnig plaats. Dat is eigenlijk een soort open podium voor mensen die doen aan spoken word. Dus heb jij een tekst of luister jij gewoon heel graag? Dan is dit de plek voor jou om te zijn aanstaande zaterdag. Kijk maar even. Ik heb ruimtevrees. Ik vrees al die ruimte steeds. Ik kan niet met zichzelf mee. Danny draagt Nike Air Max en een tattoo in zijn nek, want Danny heeft shit meegemaakt, dus never forget. Ja, en ik vertel iets over een evenement wat al is geweest, maar wat wel heel belangrijk is, omdat het gaat over mensen die we allemaal in de gaten moeten houden voor de toekomst. Het ging namelijk over de cultuurprijzen Overijssel. Dat was afgelopen maandag en Hendrik-Jan Bukkers en Nathalie Schaap hebben ze gewonnen. Maar er was ook een andere groep die we echt in de gaten moeten houden, namelijk het Artes Poporkest. Nou, Artes zegt het al, het conservatorium. Hier komen popmuziek, klassieke muziek, jazzmuziek, allemaal samen in een hele indrukwekkende, supergrote bezetting. En ook van die avond hebben we wat beelden.